In het Olympisch Stadion in Amsterdam keken 45.000 bloemenvrienden met bewondering neer op de door de zomerzon gekoesterde praalwagens van het 12e Aalsmeerse Corso dat geïnspireerd was op bekende toneelwerken zoals Toontje heeft een paard getekend. De traditiegetrouw werd vervolgens een spel opgevoerd dat in zijn opzet aansloot op de motieven van het Corso. Het stond namelijk geheel in het teken van het masker, waarachter de mens, in het toneelspel dat Leven heet, zijn ware gesteldheid verbergt. In het spel werd een der ondeugden van de mens, de haat, uitgebeeld door het Scapino-ballet. Die haat bond de strijd aan met een andere ondeugd, niet de drankzucht, maar de hoogmoed. Nadat de ondeugden uitgebeeld en overwonnen waren, kwam de vreugde. De vrolijkheid waarmee de clown de mens onbewust om zichzelf laat lachen. In deze massale maskerade kregen al dus tal van menselijke eigenschappen en hoedanigheden gestalte. Met een hulde aan de schoonste deugd, de liefde, die hoog verheven op een toren stond, eindigde dit schone bloemenfeest in Amsterdam. Schiphol ontving bezoek van de DC-8, een monster van zeer grote waarde dat door de Douglas-fabrieken voor het eerst naar Europa werd gestuurd. Voor de komst van dit straalverkeersvliegtuig bestond bijzonder grote belangstelling. President-directeur Ahler en enige andere heren van de KLM, onze luchtvaartmaatschappij, die enige tijd geleden 12 van deze toestellen bestelde, maakte een rondvlucht met de DC-8, die voortgestuurd door kolossale straalmotoren een kruissnelheid kan bereiken van 900 km per uur. De machine biedt plaats aan 119 passagiers. Iedere reiziger heeft een klaptafeltje bij de hand en ook een zuurstofmasker, dat van groot nut kan zijn als op de grote hoogte waarvoor de DC-8 is ontworpen de drukcabine uit zou vallen. Zo kreeg men daar op Schiphol een blik in de toekomst van de KLM, die eens een vloot zal hebben met 12 toestellen van dit type. De Douglas-fabrieken in het verre Californië maakten een straalverkeersvliegtuig, de DC-8. Een verschijning die ook op de luchthaven Schiphol in Amsterdam bijzonder veel opzien baarde. De pers richtte de aandacht van de vrouwen op de houtrusthal in Den Haag, waar vele dagen lang hard geploeterd en ook wel eens uitgeblazen werd voor een droom. De droom der vrouw. Wie tijdens de opbouw van deze internationale expositie zijn blik door een grote hal liet dwalen, kon zich niet voorstellen dat men hier bezig was een droom in elkaar te timmeren, of het zou een ontnuchterende droom geweest moeten zijn. Niettemin dwaalden er tussen al die drukke mannen wel figuren rond die het geheel optilden boven het niveau van de nuchtere tentoonstellingsbouw. Behalve deze modepop was er bijvoorbeeld ook de Haagse couturier Muller Robard, die hier met zijn mannequins zijn bijdrage tot de reeks van modeshows van de expositie voorbereidde. Bijzonder geaccentueerde ruglijnen kenmerken de meeste creaties van deze ontwerpen. Bij dit ensemble, dat blijk geeft van een artistieke kijk op de mode, wordt een blouse gedragen die van dezelfde stof is als de voering van het jasje. Mullers werk is niet alleen modieus, maar ook draagbaar en beslist niet houterig van lijn. Bewijs hiervoor was bijvoorbeeld een van Jacquard gemaakt cocktailensemble, waarbij tijdens deze repetitie tot misnoegen van de modeman verkeerde schoenen gedragen werden. Zo werd deze expositie tot in de kleinste details goed voorbereid. De droom der vrouw is ook verrijkt met een collectie meesterwerkjes van Nederlandse edelsmeden, waartoe onder meer een briljante collier van 25.000 gulden behoort. Een prijs die ons mannen deed dromen, al voordat de droom der vrouw begon. Onder grote belangstelling verdween onder de hamerslagen van een makelaar de laatste stalhouderij van Amsterdam in het verleden. Verzamelaars en handelaren uit binnen- en buitenland kregen ruimschoots kans om de levende haven en de inboedel goed te bekijken voordat de zeldzame verkoping begon.
In een wat weemoedige sfeer, een sfeer eerlijker dan die van het paardenhoofdstel aan de muur, zochten de tientallen mannen iets van hun gading. Vele bewonderende blikken werden geworpen op de glanzende oude rijtuiglantaarns. In de afdeling hoeden en livreien verdrong de lol van het verkleedpartijtje natuurlijk wel eens de ernst die wel zeer paste bij het heengaan van dit stuk traditie. Een prachtig span arabellen met alles wat erbij hoort was een van de 320 nummers die bij opbod verkocht werden. Zo zeldzaam. En de klokken zijn die er ook al. Alles gaat in één koop. Op de bellenhanger zitten alleen al 130 bellen. De twee klokken, dat zou toch zonde zijn om zo snel om dat te breken. Het is toch zo zeldzaam. En wie stelt er nou eens coulant in? 50 gulden. 100 gulden. 100 gulden. Niet meer dan 100 gulden. 250. 250. 260. 260. 260. Niemand meer als 260 gulden. Eenmaal, andermaal. Niemand meer. Mats in Arnhem, 260 gulden. Daarna liet de makelaar een Berliner Landauer voorrijden. Een van de 17 rijtuigen van de stalhouderij die met geen mogelijkheid meer rendabel te maken was. Niet meer dan 600 gulden voor die pracht Berlin Landauer. Ja, die zijn niet meer zo wat te vinden. Niemand meer als 775 gulden en hier wordt afgerond op 800 gulden. Niemand meer als 800 gulden, eenmaal, andermaal, niemand meer als 800 gulden, niemand! Een betere prijs leverde de mailcoach Holland op, 6400 gulden namelijk. Deze unieke verkoping bracht de heer Van Delden, de man die gedwongen was een stalhouderij van de hand te doen, gelukkig nog een redelijke prijs op. Toch bleef het ook voor hem een groot verlies.